wijnimport J. Bart, gevestigd in Zuidoost-Beemster en Amsterdam, importeert ruim 650 gastronomische wijnen. Deze wijnen komen rechtstreeks van de wijnboer en worden geleverd aan restaurantbedrijven en aan de zakelijke markt in heel Nederland. Het bedrijf werd in 1964 opgericht door Joop Bart. Vandaag de dag staat zoon Henk aan het hoofd van het familiebedrijf. Ja, waar onderscheidt wijnimport Bart zich door? Wij hebben een enorm hoge servicegraad. Het heeft met uren te maken, heeft met wijnkaart te maken, heeft met ondersteuning van wijnspijs te maken en op vele andere terreinen. Daarnaast hebben wij alles, bijna alles in eigen hand. Dus de inkoop wordt helemaal door onszelf gedaan. Wij hebben geen commissionairs. Een groot gedeelte van onze eigen verkopers zijn ook actief betrokken bij de inkoop. De verkoopzijde werkt eigenlijk precies hetzelfde. Wij werken niet met grossiers, wij werken heel rechtstreeks met onze klanten, met onze horecabedrijven. Waardoor onze prijs relatief betaalbaar blijft. Voor de regio Amsterdam hebben wij nog een eigen locatie. Dat is op het Foodcenter aan de Jan van Galenstraat. En met een distributiepunt op het Foodcenter kunnen we heel snel Amsterdam in en uit. Daarnaast zijn er ook heel veel klanten van in en rond Amsterdam die hun eigen spullen opkomen halen. Dus een groot gedeelte wordt ook bij ons afgehaald, omdat ze toch hun kaas, hun vlees, hun andere benodigdheden komen halen. Hoofdvestiging is het Fort Benoorde Purmerend. Een voormalig militair verdedigingswerk dat stamt uit het begin van de 20e eeuw. Het is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en UNESCO Werelderfgoed. Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij hier een hele goede luchtvochtigheid hebben. We hebben een goede opslagmogelijkheid. En de temperatuur, een van de belangrijkste dingen, is heel constant tussen de 11 en 15 graden Celsius. Maar het heeft ook daarnaast een beetje een uitstraling als een kelder. We krijgen heel veel leveranciers. We hebben zo'n 200 leveranciers over de hele wereld. Uit 15 verschillende landen. Die komen regelmatig hier ook en die zijn ook heel jaloers over onze locatie. Op deze sfeervolle locatie worden regelmatig leveranciers en klanten ontvangen. We kennen elkaar al een tijdje, maar het is goed om even hier in het eigen bedrijf bij ons te zijn, zodat je ook een beetje weet waar wij onze wijn op slaan en hoe wij met wijn omgaan. Wij vinden het heel belangrijk om als familiebedrijf naar buiten te treden. Dat zijn toch vaak bedrijven die behoorlijk gedreven overgaan met bepaalde kwaliteitsnormen. En ook niet altijd die 9-tot-5 mentaliteit hebben. Wij vinden daarom ook heel belangrijk en ook heel plezierig dat we met familiebedrijven zaken doen. Dus ook in de inkoopkant. Die hebben vaak namelijk een beetje dezelfde manier van denken, dezelfde manier van waarderen hoe je met elkaar omgaat. Als er 's avonds een keertje nodig is dat we elkaar bellen, dan moet dat gewoon kunnen. We kunnen daardoor heel veel extra's realiseren zonder dat het meer geld kost, maar wel veel meer werkplezier, veel meer kwaliteit tot stand brengt. Het fort hebben wij gekocht in 81 en in 82 in gebruik genomen. Toen was het nog wat kleinschaliger als nu. We hebben namelijk het een en ander uitgebreid. En de ruimte waar we hier nu in staan, dat is in 96 gerealiseerd. En achter het fort lag heel veel zand als bescherming van de achtermuren. En toen hebben we het idee opgevat om dat af te graven, een pand daaronder neer te zetten. En vervolgens de grond er weer overheen, zodat de buitenkant hoegenaamd hetzelfde bleef. Wij hebben gewoon dit gebouw zo kunnen gaan gebruiken, zodat we er logistiek goed mee weg kunnen, ons bedrijf goed kunnen uitoefenen en daarnaast gewoon ook nog het gebouw respecteren. Want dat is ook wel, hoe langer je in een fort bezig bent, hoe langer je ermee werkt, dan zie je steeds meer leuke dingen. En daar zijn heel veel dingen over te vertellen over dit pand. Zeker als je een rondgang maakt, dan zie je allemaal elementen die je automatisch vertelt. Wij noemen dit gedeelte het nieuwe fort en dit het oude fort. Hier zie je ook heel duidelijk hoe breed de muren zijn. Of hoe dik de muren zijn. Dit is meestal een meter, maar hier is hij bijvoorbeeld weer 1,25. En dat is massief beton. En dat is een van die redenen waarom het fort zo mooi koel is. Jullie zullen ook merken, zodat als we in het oude gedeelte komen, dat het iets koeler is als in het nieuwere gedeelte. Goed, hier zijn we bij de wat kleinere ruimtes. Hier lag vroeger munitie. En momenteel hebben we hier wat wijnen liggen die we, ja, eigenlijk kopen als de mogelijkheid zich voordoet. Dus niet elk jaar, niet elke oogst. We kopen altijd wat van Domaine Romane Conti. Ik heb hier wat kistjes liggen van. Want wijn kopen is een beetje emotie.
Maar je moet ook wel de juiste klant vinden bij het juiste product. Niet iedereen vindt alles lekker. Elke proeverij die we organiseren, zeggen we ook altijd van tevoren, zeg alsjeblieft wat je ervan vindt. Het kan niet zo zijn dat alles wat we inschenken alleen maar lekker gevonden wordt. Wij gaan namelijk niet voor lekkere wijnen, maar we gaan zeker voor eerlijke wijnen. Wij hebben respect voor het product, voor de regio, voor de producent. En als die producent een beendroge wijn wil maken, dan is dat zijn keus. En wij hebben daarvoor gekozen omdat wij hem representatief vinden voor het gebied. En dan is dat veel belangrijker als die ene klant die zegt, ja, maar ik vind hem te droog of ik vind hem te zoet. Wij kijken meer naar de kwaliteit die hoort bij een gebied. Van Schloss Gobelsburg. Dit komt uit Kamptal in Oostenrijk en is gemaakt van de druivenras Grüneveld. Onze wijnadviseurs, alle met een filoloogopleiding, zijn graag bereid de restaurateur te adviseren over een actueel wijnadvies of wijnarrangement. Het samenstellen van een wijnkaart en het organiseren van proeverijen voor de medewerkers. Zoals voor ons met de achtergrondinformatie wat je nu vertelt, dat vergeten we snel weer waarschijnlijk, het grootste gedeelte. Ja. Wij hebben van alle wijnen in ons assortiment een zogenaamd fiche techniek. Dat is een wijnomschrijving met een stukje informatie over de druivenrassen, over de producent, over de vinificatiemethode, hè, de wijnbereiding zoals we dat in de vaktermen noemen. En dat is heel beknopt. Daaruit kun je heel veel informatie halen. Mocht een gast een vraag bij jullie aan tafel hebben, kun je altijd dat naslagwerkje raadplegen. En daarbinnen kun je een gast goed adviseren. Ook als je iets niet weet, kun je eerlijk tegen een gast zeggen, nou, dat weet ik niet, maar dat zoek ik even op in het naslagwerk. Dat verzorgen we allemaal kosteloos. Daarnaast verzorgen we wijnkaarten. Wat wij kunnen doen, mochten jullie niet helemaal thuis zijn in het samenstellen van een wijnkaart, daarin kunnen wij een voorstel maken, dat kunnen we zelfs bijhouden, zodat je daar geen omkijken naar hebt. Wij ontvangen elk jaar behoorlijk wat mensen. Bijna elke dag zijn hier proeverijen voor scholen, voor restaurants, voor mensen die voor relatiepakketten wijn uitzoeken. Het grote voordeel van dit soort proeverijen is dat je naast wijn ook heel veel over het fort kan vertellen. En dat is ook voor de stelling van Amsterdam weer heel interessant, omdat je dan niet alleen maar die forte gekken krijgt. En forte gekken moet je niet negatief zien, maar gewoon die alleen maar voor het fort komen. Hier is het fort secundair, maar je krijgt wel een hele brede doelgroep die met forten, zeker de stelling van Amsterdam, in aanraking komen. En daar ook een klein beetje enthousiast over worden. En dat verder gaan uitdragen. Dus je creëert langzamerhand op een andere manier ambassadeurs voor de stelling van Amsterdam.